Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/WhatsApp. Allereerst dank voor de welkomstwoorden. Ik heb eens gehoord dat we, zoals gezegd werd, de tweede keer bent u hier. Als het op mij gericht was, dan ben ik hier wel vaker dan twee keer geweest in de loop der tijd. Fijn dat ik hier weer mag zijn. Ik voel een beetje thuis hier ondertussen. Ik ga spreken over een gezellig onderwerp, of zionist nou een compliment is, dan wel een scheldwoord. Nou, ik voelde me al heel welkom geheten, want naast mij lag daar een boek. Dat ging over de Palestijnen. Ik denk dat nou, dat is echt wat je zoekt en verwacht in het Israëlcentrum. Het zou kunnen zijn dat een aantal van u misschien al delen van wat ik ga zeggen, al een keertje gehoord hebben, dat kan gebeuren. Ik gaf een keer een lezing ergens. En op de eerste rij zat iemand. En die luisterde zeer aandachtig. En het was meen ik in Maastricht. En een week later gaf ik diezelfde lezing in Gelderland. Niet hier, maar. En toen zat hij weer vooraan, diezelfde meneer. Dus ik denk, oh boy, dan moet ik mijn toespraak even veranderen. Dus ik heb toen een andere lezing gehouden. De titel klopte wel natuurlijk. Ik pas altijd de toespraak aan aan de titel, de titel aan de toespraak. Maar goed, er is een andere lezing gegeven, dat lukt me wel. En toen was ik 10 dagen later, was ik in Zeeland. En dan zat hij weer vooraan. Nou, ik denk dat is van de werkverschaffing. Dus weer die toespraak veranderd. En de afgelopen dagen toe gezegd, meneer, ik zie al 3 keer achter elkaar. Ik zie u altijd daar vooraan zitten bij mijn lezing. Mag ik u vragen waarom u altijd naar mijn lezing komt luisteren? Zegt hij, ja, ik wilde zo graag die eerste lezing nog een keertje horen. Zionist. Ja, van dat hele begrip zionisme, dat is een beetje aan het veranderen. Want stel nou, ik zou me niet zionist voelen. En wat is eigenlijk een zionist? Ja, oorspronkelijk, de diepere betekenis is de hunker naar Israël. Het heilige land. Wat je natuurlijk hebt in Israël, er zijn wat spanningen af en toe, dat is Joden niet vreemd. En dan was het nog een tijdje lang echt een of misschien nog wel, dat speciaal binnen een bepaalde of kleine groep binnen de orthodox Joden, er echt niet zo pro-Israël was. Er waren wel pro-Israël, wel voor het heilige land, maar ze denken, luister, dan zijn we zoveel jaar in ballingschap geweest en dan zijn in Israël allerlei dingen die nou echt niet joodswettelijk, bijbeltechnisch kunnen. Dus er was een spanning. Misschien moet je wachten tot de Messias er is, dat we echt terug mogen gaan. Maar Israël is en blijft en was voor iedereen het beloofde land. Maar politiek bekeken lag er wel een stukje spanning. Voor sommigen. Nou, dat is helemaal niet meer aanwezig. Want zelfs als ik dus, religieus bekeken, toch vraagtekens zou zetten, wat ik dus niet zet, achter de staat Israël, omdat er geen... Ja, de Bijbel is daar niet de wet. Het is een Engelse wet. Voor de wereld, kijk, in de tijd van de kruistochten hadden wij Joden het verkeerde geloof. In de tijd van de middeleeuwen waren we een virus. In de Tweede Wereldoorlog hadden mijn ouders het verkeerde ras. En nu zijn alle Joden zionisten. Je nou wel zionist bent, niet zionist. Iedere Jood is zionist. Iedere hunkert naar Israël. Maar dan, er werd iets anders mee bedoeld. Het politiek verhaal. Maar dat is helemaal niet meer aan de orde. Een Jood is een zionist. Ik hield ergens een toespraak. Was in Enschede. En een grote groep niet-Joodse aanwezigen. En na afloop kreeg ik een complimentje. Dat ik zo goed Nederlands spreek.
Ik zeg, ja, maar ik ben dus Nederlander al meer dan 10 generaties. Oeh, we dachten dat u Joods was. Ja, u lacht, maar voor de buitenwereld ben ik dus. Ik ben Joods en dus ben ik in Israël geboren. Ik heb er geen moeite mee om een geboorte dat ik een geboren zou zijn geweest. Maar het is natuurlijk niet zo. Maar vandaag de dag, zionisme is gewoon een andere term. Laat ik het anders zeggen. Anti-zionisme. In principe kan het natuurlijk zijn dat iemand anti-zionistisch is. En dat betekent niet dat hij antisemiet is. Klopt, je kan anti-zionist zijn, maar dan ben je nog niet een antisemiet. Mee eens? Maar ik ben nog nooit, u hebt de lezing al een keer eerder gehoord. Ik heb nog nooit een antisemiet gezien of ontmoet die pro-Israël is. Want als we zeggen dat antisemiet en antizionist niet hetzelfde is, dan kan je dus antizionist zijn, maar geen antisemiet. Maar ze ook moeten zijn, moet mogelijk zijn dat je antisemiet bent en niet tegen Israël. Dat gaat altijd samen. De haat tegen Israël en de haat tegen Joden is gewoon hetzelfde. Wat is Zion? Zion is de naam, een andere naam voor Jeruzalem. En kan je dan zeggen dat Zion, of wij zeggen Zion, alleen betrekking heeft op Jeruzalem, of gaat dat breder? Het antwoord is, het gaat nog veel breder. Want alles, iedere benaming, ieder woord die er in de Bijbel staat, heeft zijn eenvoudige betekenis en zijn diepere betekenis. En die liggen elkaars verlengde. Zion is Jeruzalem. Maar Zion betekent ook richting aangeven. Een richting die opgaat. Siman, een teken. Er staat, onze aartsvaders, wij geven als het ware een teken aan de nazaten. En doordat je een teken geeft, een richting aanwijst, geef je ook aan welk kant je op moet leven. En dat is Jeruzalem. Jeruzalem. Het woordje Jeruzalem als vertalen, daar zit dus in vrede. Maar er zit ook in Yirat Shalem. Volledige godvrezendheid. En diezelfde stad Jeruzalem, godvrezendheid, volledige godvrezendheid. En dat leidt dan weer tot Shalom, vrede, wat ook in Jeruzalem zit. Geeft ons ook een Zion, een teken welke kant we op moeten gaan. U ziet dus dat Zion een geweldig compliment is. Als mensen mij uitschelden voor zionist, nou fantastisch. De vraag is natuurlijk of ze dat fantastische ermee bedoelen. Ik herinner mij, ik heb zelf 5 jaar gestudeerd in een voorstadje van Parijs. Vandaag zijn daar niet ver vandaan 85 grafstenen met swastika's, hakenkruizen besmeurd. Van een paar uur geleden. Trouwens niet nieuw hoor. Wij woonden in een plaatsje, dat heet Brunois. Dus de banlieue, een voorplaatsje van Parijs. En dat was een Louis XV kasteel. En sinds die tijd was dat gebouw ook niet meer gerestaureerd. Het zag er niet echt prachtig uit. En daar zat dus een Talmoedhogeschool. Van mensen die uit Rusland waren gekomen na de oorlog. En daar, gesteund door de Joint, de Amerikaanse organisatie, een Talmoedschool hadden opgericht. Het was allemaal een beetje klein en primitief. Maar het was een en al spiritualiteit. En de directeur die daar was, dat was een man heette Nemanov. Dat was een man die al flink op leeftijd was.
Een hele krachtfiguur. En in zijn jonge jaren, toen nog in Rusland woonde, het ochtendgebed nam hem 6 uur. 6 uur per dag stond hij te bidden. En denkt u natuurlijk, had die man niks anders te doen? Nou, dat had hij wel. Hij had honderden ondergrondse Joodse scholen onder zich. Hij was een van de topmensen in het verzet tegen het communisme. Hij werd gezocht door een kapitaal op zijn kop. En hij werd door de Russen beschouwd als de leider van het Russische Jodendom. Maar de kracht om zo te zijn, putte hij uit het woord van God. Dat betekent ook Zion. Richting. Jeruzalem. Godvrezendheid. En die richting die Jeruzalem ons aangeeft, geeft ons die kracht, gaf hem die kracht. En ik vertelde een keertje. Er kwam een groep. Ja, een beetje anti-religieuze Joden kwamen er binnen. Of niet anti, weet ik niet, maar van niet echt gelovig. En die waren daar, die kwamen daar. Onder andere een van hen was Begin, die toen daar was. En toen zei hij het volgende. Die mensen, die niet-religieuze mensen, beschouwen ons als nietsnutten. Want we bidden alleen maar en we bestuderen alleen maar de Bijbel. En hoewel een nietsnut van het spiritueel oogpunt een heel hoog niveau is, dat betekent dus, je laat je niet beïnvloeden door alle idiotigheden van de samenleving, maar je concentreert je volledig op de eeuwige. Niet dat bedoelen ze, zei hij. Ze noemen we wel, ze zeggen wij zijn nietsnutten en nietsnutten is een hoog niveau, spiritueel bekeken. Je laat je niet afleiden door allerlei idiotigheid van een samenleving. Maar dat is niet wat de mensen die ons nietsnutten vinden, bedoelen. En zo ook hier. De mensen die mij, die anti-Zionisten zijn, die mij naschelden en mij vervloeken, want ik ben Zionist. Hoewel Zionist een enorm compliment is, niet dat bedoelen ze. Als ze me naschelden, dan denken ze niet aan de prachtige betekenis van het woordje Zion. Maar hoe ga ik hiermee om? Natuurlijk, ze bedoelen een scheldwoord. Ik weet dat in essentie het een compliment is. Maar wat doe ik ermee? Hoe ga ik ermee om? Wat doe ik met het feit dat nu die swastika's, die hakenkruizen, daar neergeschilderd zijn op die 85 grafzerken? Wat doe ik met het fenomeen dat ik zie dat antisemitisme gigantisch toeneemt? Maar neemt het wel toe? Denkt u dat, wat denkt u? Is een opkomst van het sionisme? Van het antisemitisme? Het antizionisme is precies hetzelfde. Ik denk dat het helemaal niet toeneemt. Totaal geen verandering. Alleen het wordt meer zichtbaar. Het is niet weg geweest. Weet u, na de oorlog, die Joden die het overleefd hebben, werden ze hier in Nederland, ik hoef toch niet naar Frankrijk te gaan, of naar verre andere landen, gewoon hier in Nederland, waren ze welkom. Werden ze met vreugde ontvangen. Nou, ongetwijfeld zullen er zijn die met vreugde ontvangen werden. Maar geloof mij, 90% van zij die het overleefd hebben, werden niet welkom geheten, integendeel. En ik hoef niet ver weg te gaan spreken. Ik kijk naar mijn eigen vader. Mijn vader was ondergedoken. Mijn vader had valse papieren, had naar het noorden van Nederland kunnen gaan om daar geholpen te worden, onder te duiken bij de verzetsbewegingen. Maar hij dacht, ach, het duurt maar 3 maanden.
woonde in Amsterdam. Wilde zijn ouders niet in de steek laten. En zijn broer, zijn oom, zijn tante en zijn nicht. En hij is met de hele groep, daar had hij een onderduikadres. Nou, geweldig. Zal wel snel afgelopen zijn, dacht hij. Aardige mensen. Nou, dat viel wel tegen. Want zodra het geld op was, want ze moesten zich blauw betalen, kregen van de verzetsbewegingen die wisten dat ze daar zaten, bonnen voor voedsel. Die mensen kregen die bonnen, verkochten die op de zwarte markt en gaf mijn vader nagenoeg niets te eten. Schillen, muizen, zo heeft hij het overleefd. De laatste maanden van de onderduik, net voor de hongerwinter, veranderde dat. Mijn vader was erin geslaagd om vanuit die kelder waar hij zat toch in contact te komen met de verzetsbeweging die bonnen gaven. Heeft uitgelegd wat er gaande is en toen wilden ze die mensen liquideren. Maar dat was weer te riskant. Dat is niet gebeurd. Maar in de hongerwinter heeft hij nog iets kunnen eten, meer dan al die jaren daarvoor. Na de oorlog is men geadviseerd aan mijn vader om die mensen aangifte te doen tegen ze. Brute mishandeling. Mijn vader weigerde dat, want hij zei, desondanks hebben ze mij het leven gered. En toen kwam hij terug. Mijn vader was een opticien, optometrist. Gestudeerd had hij daarvoor, oogmetingen. En gaat naar zijn winkel, Vernia Bolstraat 94 in Amsterdam, tegenover de Albert Cuyp, de markt. Andere mensen woonden in zijn huis. Dus hij kon niet terug naar zijn eigen huis en zijn eigen winkel. Kon dus ook niet aan geld komen om te eten, te drinken en te slapen. Dat heeft weken geduurd en toen eindelijk mocht hij zijn eigen huis in, nadat de mensen die het hadden overgenomen in de oorlog, voor een happenkrats, alle kranen hadden opengezet en het hele huis hebben laten overstromen. En toen zijn ze gaan vertellen dat in feite mijn vader een verrader is geweest in de oorlog, had gehuld met de vijand en werden er na de oorlog bij regelmaat de ruiten ingegooid. Maar ja, dat is een verhaal van alleen mijn vader. Maar mijn moeder die in het noorden van Nederland zat, mijn ouders was na de oorlog getrouwd, kende elkaar niet voor de oorlog, heeft eenzelfde verhaal. Alles was weggeroofd uit het huis. En zeggen, hé, dat is van mij, kan ik het terugkrijgen? Nee hoor, u vergist zich. Dat is nooit van u geweest. Je eigen buren. Dat is een leuk welkom. En ik ken meerdere mensen die tot vandaag de dag geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Ik zelf trouwens ook niet. Maar niet vanwegens een hele andere reden. Ik mag van de politie niet meer het openbaar vervoer. Dat vinden ze te riskant voor mij. Welkom in Nederland anno 2019. Lief dat ze voor me zorgen, begrijpt me niet verkeerd. Maar te gek voor woorden. Nee, maar er zijn mensen die kwamen aan uit Auschwitz. In het zuiden van het land. Limburg. En ze wilden zo graag weten of hun vader, moeder, broer, zuster, oom, tante nog leven. En wilden dus de trein ingaan. Richtingen waar ze vandaan kwamen. Groenlo, Nijkerk, noem maar op. Maar dat kon niet, want ze hadden geen geld om een kaartje te kopen. De heenreis was gratis. De terugreis was een beetje problematisch. Nou, dit soort mensen heeft hun hele leven, en ik ken er nog die, zo, die nog leven, in leven zijn het al steeds nog onder lijden, kunnen geen openbaar vervoer gebruiken. Maar zodra ze in een trein of in een bus zitten, breekt hun het noodzweet uit. Want dan denken ze weer aan die heenreis die gratis was. En die terugreis waarvoor ze geen geld hadden om een kaartje te kopen. Overigens, hoewel het natuurlijk niet gebruikelijk was om na te schelden, zoals dat nu wel gebruikelijk is, is een paar maanden na de bevrijding heeft de toenmalige minister van Verkeer, van Schaik heette die,
heeft alle medewerkers van Nederlandse Spoorwegen bijeengeroepen en ze bedankt voor het feit dat ze, hoewel het lastig was, toch de treinen hebben bestuurd richting Westerbork, Sobibor, Auschwitz. Om daarmee geen schade aan te richten, aan te brengen aan de economie van Nederland. Publiekelijk, Houtrusthalle, Den Haag, een paar maanden na de bevrijding. En onze Nederlandse overheid, hoe lief en aardig ze ook voor mij zorgen, heeft nog steeds niet de euvele moed gehad om even te zeggen sorry voor wat we niet gedaan hebben in die afschuwelijke jaren van de Tweede Wereldoorlog voor onze Joodse bevolking. Want de Nederlandse overheid munt niet uit in coöperativiteit en oproepen om de Joden te helpen. Dus het feit dat op een gegeven moment ik nu word nagescholden, ja, ik vind het echt wel goed. Dan weet je tenminste waar we het over hebben. Het wordt tenminste gezegd. En het wordt niet alleen maar zonder het te zeggen gedacht. Dus is het antisemitisme toegenomen? Nee, ik denk het niet. Nooit weg geweest. Steeds gebleven. Alleen nu wordt het zichtbaarder. En zijn er door mensen die zeggen, dit kan niet, dit gaat te ver. Maar ik ben bang dat de grote meute dat helemaal niet zegt. Die interesseert het niet. Weet u, in de Tweede Wereldoorlog waren in Nederland maar weinigen die echt fout waren. Maar er waren ook maar weinigen die echt goed waren. Die meute. Welke kant gaat de meute op? En dat is een groot dreigend gevaar. Die paar idioten, dat is niet zo erg. Die paar hele goeie is fantastisch. Maar die meute, die zich zo makkelijk een verkeerde richting op laten duwen, omdat het ze beter uitkomt. Daar maak ik me zorgen over. Er komen een heleboel mensen uit Arabische landen, Syrië. En begrijp me niet verkeerd. Het is heel goed om alles en makkelijk om alles op de Syriërs te schuiven en op de immigranten die allemaal antisemiet zijn. Kijk, al die mensen in Syrië die hier komen, zijn allemaal antisemieten. Allemaal. Ze vinden ook allemaal dat vrouwen gebruiksvoorwerpen zijn. Maar ze zijn niet van nature zo. Nee, zo zijn ze opgevoed. Bij mij was een Syriër. En die vertelde mij dat hij is opgevoed met de wetenschap dat je Joden moet verdelgen. Maar hij wist niet of het mensen, dieren of dingen waren. Hij wist helemaal niet wat het was. Als je zo wordt opgevoed, is het logisch dat je een hekel hebt aan Joden. En dan kunnen we ons vingertje naar hun wijzen en zeggen dat zij slecht zijn. Maar we kunnen ons ook afvragen, wat doen wij hier aan? Om hun te integreren, in te burgeren. Vergeet niet dat in de Tweede Wereldoorlog, waar 85% van de Joodse gemeenschap vermoord is, toen waren er helemaal geen islamieten. Makkelijk dus om alles op hun te schuiven. En bovendien, de meeste slachtoffers van ISIS zijn islamieten. Daarna komen de christenen en de Joden moeten het doen met een schamele derde plaats. Wat doen wij eraan om te voorkomen dat? Er is een 3 jaar geleden was er een ronde tafelconferentie. En die tafel was weliswaar vierkant, maar het heet altijd ronde tafelconferentie. En er was de voorzitter, de scriba van de PKN, de aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, een imam en ondergetekende. En wij wilden naar asielzoekcentra gaan. Om gewoon te tonen aan die nieuwkomers hoe wij hier naast elkaar kunnen staan, gewoon vriendjes van elkaar zijn en we elkaar helemaal niet haten. We wilden er niet naartoe gaan om te preken,
om te proberen meer leden te krijgen of wat dan ook. Helemaal niet. Gewoon om te laten zien dat wij hier in Nederland naast elkaar en met elkaar kunnen leven en elkaar verdragen, ook als we andere visies hebben. Nou, het COA, dat is de organisatie die zich bemoeit met alle asielzoekcentra, die vond dat een briljant idee. Maar ze belde een dag later op dat het toch niet kon doorgaan, die bezoeken, want wij waren religieus. Amsterdam, de burgemeester vond het ook een goed idee, maar die deed het al. En de enige twee plaatsen, de enige twee burgemeesters die instemden dat wij met z'n vieren daar naartoe zouden gaan naar je asielzoekcentrum om te laten zien, te investeren in de opvoeding of heropvoeding van die mensen, dat was de burgemeester van Enschede, die nu burgemeester is in Groningen. Die vond dat een goed idee. Een klein detail. In Enschede was geen asielzoekcentrum. En de ander was Herman Keizer, burgemeester van Arnhem. Die heeft twee bussen gehuurd. En in het stadhuis zaten 100 Syriërs, allemaal mannen. En we hebben gewoon die mensen welkom geheten. En in de pauze stonden ze te dringen om mij om een selfie te maken. En weet je dat selfie? Een orthodoxe Jood met hun oom, hun broer, hun zoon. En het wordt dan gestuurd naar Damascus. Geweldig. Geweldig om te tonen dat wij anders met elkaar omgaan. En dat het een beetje anders in elkaar zit als zij denken dat het zou moeten zijn. Het mocht slechts op één plaats. Want weet u, de politici, die denken als volgt. Niet alle politici uiteraard, maar velen. Als we nu niet proberen op te voeden, herop te voeden, dan krijgen we dadelijk, dan hebben we de mogelijkheid dat ze dadelijk, omdat we ze niet hebben proberen herop te voeden, dan gaan ze waarschijnlijk op ons stemmen. Je moet vooruitkijken. En dus om stemmen voor de toekomst te winnen, laten we het antisemitisme, antizionisme lekker groeien. Ben ik nu pessimistisch? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik realistisch ben. Want het antisemitisme in de hele wereld wordt steeds meer en meer en meer zichtbaar. Het is niet weg geweest. Het krijgt iedere keer een andere uiting. Maar het wordt meer en meer zichtbaar. En hoe komt dat? Wat doen we eraan? Nou, niks dus. We proberen het niet te veranderen. Maar we proberen wel de mensen de goede kant op te krijgen. En ik bedoel met de goede kant nog meer anti-zionistisch en antisemitisch. Ook hier in Nederland. Dat verbaast u misschien een beetje. Maar ik zal het u uitleggen. Kijk, stel nou, ik sta hier en ik zeg als volgt tot u. U bent er allemaal intelligente mensen. En omdat u intelligent bent, weet u ongetwijfeld dat de wereldberoemde professor Strompelmacher dat en dat gezegd heeft. Dan durft niemand zijn vinger op te steken en zeggen: wie is Strompelmacher? Want ik heb gezegd dat u intelligent bent. En dus hoor je dat te weten. Bovendien heb ik ook nog gezegd dat hij wereldberoemd is. Dus je maakt van jezelf een maloot als dan je vinger opsteekt en zegt: wie is Strompelmacher? U lacht. Maar zo gaat indoctrinatie te werk. We hebben allemaal gezanik en gezeur met pensioen. Dat moet toch geïndexeerd worden? En u bent allemaal woedend voor het feit dat het al jarenlang niets geïndexeerd is. Ik sta hier op zo'n verhoging en u bent allemaal flink. We zijn hier bijeen om die de door te drukken dat indexatie komt van de pensioenen. En ik brul hier en ik zeg: wij willen geen evolutie. We willen geen revolutie, we willen devolutie. En jullie roepen allemaal hoera, maar het woord bestaat niet. Maar zo makkelijk zijn mensen te beïnvloeden. En dan maak ik een paar grapjes. Maar als u even goed nadenkt. En gewoon televisie
radio. Die spreken over bezette gebieden. Dat is normaal. Nee, dat is niet normaal. Het zijn betwiste gebieden. Ik ben even neutraal. Dan zeg je betwist. Maar als je zegt bezet, heb je een mening geuit. Maar de toehoorder merkt dat helemaal niet. Dat wordt op een gegeven moment gewoon. Die gebieden zijn bezet. En de mensen die daar wonen zijn ook geen inwoners. Ben je gek. Dat zijn kolonisten. Een kolonist, een kolonie, dat is iets negatiefs. En zo worden wij onbewust, maar heel zeker, via een soort sluikreclame, geïndoctrineerd. U kent allemaal die verontrustende beelden uit Gaza. Hebt u wel eens gemerkt dat het iedere keer hetzelfde straatje is wat we te zien krijgen? En dat pakweg 1 kilometer verder er in Gaza prachtige hotels zijn. Super deluxe, stranden, rijkdom. Daar ziet u nooit wat van, maar het is er echt. Ik heb het gezien, ik ben er natuurlijk niet geweest. We hadden een keer, ik zit in zo'n overlegorgaan tussen Joden en islamieten in Amsterdam. En er was een mevrouw die zei tegen burgemeester Van der Laan, die toen naar Israël zou gaan om Tel Aviv een twinstad te maken van Amsterdam, en Ramallah natuurlijk ook. En die mevrouw zei dat tegen de burgemeester, nu hij toch naar Israël gaat, ik heb een probleem. Was een islamitische vrouw. Ik mag Israël niet binnen. Of hij kon regelen dat ze toch Israël binnen zou mogen. Nou, ik weet niet of je in Israël geweest bent. Op Ben Gurion Airport kom je alle geloven en alle rassen ter wereld tegen. Maar zij kon Israël niet binnen. Toen heb ik gezegd, mevrouw, ik begrijp uw probleem vreselijk. U kunt Israël niet binnen. Maar realiseert u zich dat als ik in Gaza ben, dat ik er niet uit kan? Als ik mijn voet op een Arabisch land zet, dan kom ik er niet uit. Dan word ik gegijzeld of vermoord. Als een Jood naar Australië vliegt en een tussenstop in een van de Arabisch land, dan is het toch geadviseerd om maar even in het toestel te blijven en niet naar buiten te gaan. Maar goed, hoe ga ik ermee om met antisemitisme? Laat ik het op zijn beloop? Verdedig ik me? Wat doe ik? Ja, natuurlijk moet je je verdedigen. Als iemand ziek is, moet hij naar de dokter gaan. Van de Joodse wet. Als we aangevallen worden, moeten we ons verdedigen. Maar we hebben vandaag de dag Israël. En Israël komt op voor het welzijn van alle Joden, waar ook ter wereld. Maar ligt wel voortdurend onder vuur. Weet u, zo'n 40 jaar geleden, 35 jaar geleden, schreef ik een column in de Amersfoortse Courant. Die krant bestaat niet meer. Ik hoop dat het niet is vanwege mijn column. En daar stond een keer een halve pagina een foto van een Israëlische tank. En op die tank stonden 3 soldaten te juichen. Die tank had opzettelijk een Palestijn doodgereden. Het bleek godzijdank achteraf niet waar te zijn. Maar dat wist ik toen niet. Ik nam dat voor zoete koek aan dat dat zo was. Nou, die soldaten, als dat inderdaad zo zou zijn geweest, hadden ze wel de nodige straf gekregen. Het had niet zomaar ongestraft kunnen plaatsvinden. Maar goed, dat wist ik toen nog niet. Op diezelfde pagina, waar die halve pagina dus een foto was van die tank met 3 soldaten die stonden te juichen, want die hadden een Palestijn doodgereden. 1 te veel. Godzijdank niet plaatsgevonden. Op diezelfde pagina stond een piepklein stukje dat er die dag, die week, in Iran 200 mensen waren geëxecuteerd. Ik naar de redactie, ik zeg, snap het niet. Voor 1 dode, 1 te veel, een halve pagina. Voor 200?
6 centimeter. Maar ze hebben hem goed uitgelegd. Ze hadden geen journalisten in Iran. Nee, natuurlijk niet. Want als iemand in een Arabisch land het in zijn kop haalt om iets negatiefs te schrijven, nee, te denken, dan wordt hij al gearresteerd. Terwijl in Israël iedereen alles mag zeggen. Israël is een democratie. Iedereen mag alles zeggen. En soms denk ik wel eens, het is een bijna suïcidale democratie, want alles wordt getolereerd. Dat is een zegen, maar aan de andere kant ook weer, maakt dat schade. We worden constant een richting opgeduwd. U herinnert zich dat Israël precisiebombardement heeft uitgevoerd op Damascus, op de wijk waar Hezbollah woonde. Waar vanuit de raketten werden geschoten richting Israël. En een van de journalisten uit Nederland, de fotograaf, die mocht mee naar Damascus om daar de schade die Israël heeft aangericht te fotograferen. En hij vertelde mij, hij is bij me thuis geweest, dat tussen al die verbrande toestanden, die huizen die gebombardeerd waren, lagen zeer aangrijpend kinderpoppen, die knuffels, en kinderboekjes die opengeslagen waren. Mij snapte niet hoe het kan, dat alles verbrand, behalve die kinderboekjes. En die knuffels. Maar het geeft wel emotionele gevoelens. Antipathie jegens Israël. En 500 meter verder zaten de mensen gewoon op de terrasjes. Maar dat mocht natuurlijk niet gefotografeerd worden. Dan denk je, als die man me dat vertelt, dat hij hier die foto niet plaatst, of wel plaatst, maar een toelichting geeft. Nee hoor, we zagen hier in de krant die afschuwelijke beelden van dat gebombardeerde huizen in die Hezbollah-wijk met die zielige kinderboekjes die daar open lagen en niet verbrand waren. Niemand die er iets over schreef, ook de fotograaf zelf niet. Hij vertelde me dat vertrouwelijk. En zo wordt de antisemitisme gekweekt. Meer en meer en meer. Hoe ga ik ermee om? En waar komt het vandaan? Wordt verteld van twee hele grote geleerden. En het mooie is dat die als het ware steeds dichter bij mij komen. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? In de Oekraïne, waar ik dan regelmatig mag zijn om het Christen van Israël te helpen in een land wat zo vol Jodendom was en waar meer dan 2000 massagraven zijn. In de Oekraïne, er was een plaatsje Lyshensk. En in die plaats Lyshensk woonde een bekende rabbijn Elimelech. Zijn graf is daar nog steeds. Elimelech van Lyshensk. En hij heeft een broer, Reb Zusje. En Reb Zusje kwam uit Neapoli, ook daar een plaatsje, een dorpje in de Oekraïne. En ze waren beide op weg naar hun rebbe, de Mezritsche Magid. Mezrits, weer een plaats in de Oekraïne waar we nu proberen de Joden weg te krijgen voor het te laat is. Vliegtuigen bestonden nog niet, auto's ook niet. En op Elimelech van Lyshensk en zijn broer op Zusje van Neapel zitten in dat rijtuig. En wat doen ze? Ze bestuderen de Bijbel. En ze lezen in de Mishnah, de mondelinge leer, dat de mens verplicht is een lofzegging uit te spreken, even zozeer over een nare tijding als over een goede tijding. En ze kwamen er niet uit. Wat betekent dat nou? God danken voor een nare tijding met net zoveel overgave en intentie als voor een goede tijding. Hoe kan dat? Acceptatie, oké, maar danken. Ze kwamen er niet uit. Ze komen in Mezrits en gaan naar hun rebbe om een gedachte te zeggen. En zeggen, rebbe,
Onderweg hebben wij de Talmud bestudeerd en we lezen er, mens is verplicht God te danken, even zozeer over een nare tijding als over een goede tijding. We snappen dat niet. Hoe kan dat? Acceptatie, oké, maar danken. En de Rebbe zegt, zo'n eenvoudige vraag leg je mij voor? Ga naar de synagoge, dus daar zit jankelen. Vraag het hem. Zij naar de synagoge. En ze dachten, jankelen zal wel de opperrabijn zijn of zoiets. En ze vroeg, wie jankelen? Een arme slemiel achter in de sjoel, in de synagoge. Straatarm. Eén brok misère. Ziek. Daar zijn kinderen waren overleden. Hij was weduwnaar. Straat en straatarm. Ongeletterd. Je zou kunnen zeggen, alle misère die je kan voorstellen was in hem verenigd. Ze moesten hem vragen, het antwoord op die vraag die zij gesteld hadden aan de Rebbe. En ze gingen naar hem toe. En zeggen, de Rebbe heeft ons naar u toegestuurd om een vraag te stellen. We snappen iets niet in de Talmud, in de Bijbel. En hij zegt, aan mij een vraag voorleggen? Ik kan niet eens lezen. Maar ja, als de Rebbe het zegt, dan volgen we. Vraagt u maar. Wat betekent dat? Hoe kan het? Dat de mens God moet danken even zozeer voor een nare tijding als voor een goede tijding. En zijn antwoord was, ik snap niet waarom dat aan mij gevraagd wordt. Met mij gaat het prima. Ik ken geen nare tijding. Hoe kijkt een mens aan tegen hetgene in zijn leven tegenkomt? Sommige mensen, van een spelde prik staat de wereld al op zijn kop. En anderen zijn in staat om zoveel te dragen. Omdat ze weten dat uiteindelijk alles van boven komt. Ja, we moeten van de Joodse wet, als je ziek bent, naar de dokter gaan. Maar of uiteindelijk die dokter kan genezen, dat wordt bepaald door de eeuwige. Er staat in de Talmud, Tofse brofin le gehenem. De beste der artsen belandt in de hel. Ik hoop dat er geen artsen aanwezig zijn vanavond. En wat betekent de beste der artsen belandt in de hel? Dat moeten staan de meeste artsen of de slechte artsen. Wat is het woordje tof? U kent het woordje tof, hè? Mazeltof. Ja, toffe jongens. Goed betekent dat. Maar dat taalkundig is een heel misplaatst woord hier. Er moeten staan de slechte artsen, of de gemene artsen, of een minderheid van artsen, dus nou een meerderheid. Wat wordt in het woordje tof? Het woordje tof, iedere letter heeft een getallenwaarde. Tet is 9, waaf is 6, hoeveel is dat samen? 15. En een beet is 2, dat maakt samen 17. En weet u, wij spreken 3 keer per dag het 18 gebed uit. 18 lofzeggingen op de eeuwige. Die artsen die niet 18 lofzeggingen uitspreken, maar 17, eentje slaan ze over, die belanden in de hel. Welke slaan ze dan over? Geprezen bent u God, die de zieke geneest. Want hij denkt, ik genees de zieken. En vergeet dat de genezing uiteindelijk van de eeuwige komt. Zo moeten we omgaan. Met pijn, met kommer, met kwelling. Alles doen om het te voorkomen. Maar als het er is, verder leven. En dat doet het Joodse volk. En het feit dat we dat doen. Er wordt wel eens verteld tegen mij. Door psychologen, ik heb 40 jaar in psychiatrie gewerkt. Wordt als verteld, vaak gezegd dat onder andere humor is een middel om te overleven. Het heeft geen zin om met de pakken neer te gaan zitten. Wat moet ik doen als ik nagescholden word? Verdrietig worden? Het heeft geen zin. Verder gaan en weten dat in feite die mensen die me uitschelden voor zionist, dat hoewel ze het zich niet realiseren, het een groot compliment is.
En ik ben zo dankbaar dat ze mij Zionist noemen. Want Zionist, ik heb het u uitgelegd. Kracht die je krijgt van Jeruzalem. Volledige Godvrezendheid. En dat brengt hem weer tot shalom, vrede. Vrede in de wereld, maar ook vrede in mezelf. Hoe ga ik om met... Ik heb gisteravond gehoord... een aardige anekdote. Er is een onderzoek, ik weet niet of u het bekend is... er is een onderzoek geweest naar het IQ van antisemieten... Een hoogleraar heeft een onderzoek ingesteld. Hij ging er namelijk vanuit dat antisemieten per definitie een laag IQ hebben, niet zo intelligent zijn. Nou, hij heeft een aantal mensen uitgenodigd en die hebben daar bereid om mee te doen, allemaal antisemieten dus. En hij heeft, ze vonden allemaal het een erg onzin dat zij een lage IQ zouden hebben omdat ze antisemiet zijn. Dus hij heeft een van die mensen naar voren gevraagd en zegt, mag ik u testen, uw IQ? Nou, zegt dan prima. Hoeveel is 3 keer 5? De man denkt na. Denkt na. En eindelijk komt hij tot nu 14. Mis, zegt die professor. Maar geef me nog een kans. Oké. Hoeveel is 3 keer 5? Nadenken. 16. Mis, zegt de professor. Nou, zeg, geef me nog een kans, nog een kans. Oké, mag nog een kans. Hoeveel is 3 keer 5? Man denkt na, pijnt zich suf. Uiteindelijk zegt hij 15. Waarop de hele zaal opstaat. Geef hem nog een kans, geef hem nog een kans. Maar waar komt het nou vandaan, dat anti-Zionisme? Anti-Zionisme. Zion. Tegen Godvrezendheid. Tegen de eeuwige. Als we kijken naar de Bijbel, we openen de Bijbel. En we kijken naar het eerste woord. Dan staat de Bereshit in den beginnen. En onze grote verklaarde Rashi, die legt uit wat dat betekent. Hij stelt een vraag. En hij vraagt, waarom begint de Bijbel, de Torah, met het scheppingsverhaal? De Torah had moeten beginnen met de uittocht uit Egypte. Want dan pas is er sprake van een Joods volk. Dan openbaart de eeuwige zich op de berg Sinai en wordt er als het ware een link gelegd tussen boven en beneden, middels de Bijbel. En dan dat scheppingsverhaal had ook later kunnen staan. Want de Bijbel... kent geen chronologische volgorde. Waarom begint de Bijbel met het scheppingsverhaal? En dan zegt hij, Lahagit Keur Maasof, omdat we alle mensen, de verplichting hebben, want er bestaan nog geen Joden, Adam was de eerste mens, de verplichting hebben om aan de wereld te vertellen dat er een eeuwige is. Nou, dat is een mooi antwoord. Een duidelijk antwoord. U begrijpt het antwoord? U bent toch intelligent, moet u ja antwoorden. Maar Rashi gaat verder. Hoewel het al duidelijk is, gaat hij verder. En hij zegt, en dan vertaal ik letterlijk. Als de Umat Ha'olam, de Verenigde Naties komen. En zeggen tegen de Joden, listimatem. Jullie zijn terroristen, jullie zijn dieven. Want jullie hebben het land Israël afgepikt van de Canaanitische volkeren. Dan moeten wij zeggen, God heeft de wereld geschapen. En dat stukje land wilde hij eerst geven aan de Canaanitische volkeren. En daarna wilde hij dat wij, Joden, in het land zouden vertoeven en wonen. Waarom gaat Rashi verder? Het antwoord was toch al gegeven? Het scheppingsverhaal staat er om te vertellen... dat we allemaal de opdracht hebben om te vertellen aan de wereld dat er een schepper is. Voldoende. Waarom gaat hij verder en zegt, als de Verenigde Naties komen en zeggen, jullie zijn dieven, dan moeten jullie antwoorden, God wil dat wij daar wonen, dat het heilige land is. Waarom moest dat toegevoegd worden? Het was toch al duidelijk? En dan komt er een heel belangrijk antwoord op die vraag.
God heeft de wereld geschapen. Waarom? Dat weten wij niet. Zo wilde hij het. Wij kunnen God niet begrijpen. Hij wilde een wereld hebben. Heeft hij dat nodig? Nee. Maar hij wilde dat nou eenmaal. Maar wat wil hij van ons? Hij wil dat wij de wereld veroveren. En wat interesseert dat de Umat Haolam, de Verenigde Naties? Oké, Kanaanieten, die worden nerveus. Hun land is afgepakt. Maar de hele wereld bemoeit zich ermee. Wat interesseert dat de hele wereld? Is het antwoord. Die hele wereld, die Verenigde Naties begrepen, dat de Joden de taak hebben om Israël te veroveren. Maar ze zullen niet bij Israël blijven. Ze gaan de hele wereld veroveren. Overal in de wereld zijn Joden. Verspreid over de hele wereld. En waar wij ons ook bevinden, hebben wij de taak om de wereld, het land waar we ons bevinden, te veroveren. Niet in fysieke zin, in spirituele zin. Waar we ons ook bevinden, hebben wij de opdracht om de wereld te vertellen, er is een eeuwige, er is een schepper. En dat snapten die Verenigde Naties. Ze beginnen de Bijbel te brengen in Israël, maar uiteindelijk voorzagen ze het dat de Joden zich in de hele wereld bevinden en waar ze zich ook bevinden, de eeuwige zullen dienen. En dat stoorde ze. En dat is antisemitisme. Het is geen strijd tegen mij, tegen Joden. Het is een strijd tegen de God van Israël. Onze eeuwige die we gezamenlijk delen. En daarom staat dat scheppingsverhaal ook voor het ontstaan van het Joodse volk. Want allen hebben we de plicht om de eeuwige te dienen en daarmee als het ware het stukje land waar we wonen te veroveren voor hem. Een heiligdom te maken voor hem. Door ons huis op de juiste wijze te gebruiken. Door ons lichaam op de juiste wijze te gebruiken. Door hem te danken en hem te loven. En dat was het probleem wat de Verenigde Naties voorzagen toen. En nu ook. Want er is niet veel veranderd. De hele wereld keert zich tegen Israël. Piepklein stukje land. Wat interesseert het ze? Waar hebben we het over? Het was volkomen woestenij. En nu bloeit daar iets. Boycott. Boycott Israël. Doen. Ik adviseer iedereen die Israël boycotten, doe het, maar doe het dan ook goed. Gebruik dus geen telefoontjes meer, mobiles, geen computers meer, geen medicijnen meer, want al die dingen komen uit Israël. Wordt verteld, om terug te gaan naar die oorlog, en mijn vader. Toen ik een klein jongetje was, ik ben geboren in 1949. En nog recentelijk, ik wist dat nooit, heb ik gevonden bij de papieren van mijn vader, niet meer leeft, dat ook ik na de oorlog nog voedsel kreeg op de bon. Er was nog niet genoeg te eten, et cetera. En ik ben natuurlijk opgegroeid, zoals mijn hele generatie, in de schaduw van de oorlog. Alles was voor en alles was na de oorlog. En bij mij thuis staan in de kast 2 zilveren bekers. En op de ene staat Bernard en op de andere Sigmund. Dat waren waarschijnlijk neven van mijn vader. Het enige wat er nog over is van Bernard en Sigmund zijn die 2 bekers. Vermoord en uitgeroeid. En dan praten we erover dat we bezittingen moeten teruggeven aan de nazaten van. Nou, als ik terug mag krijgen van alles wat er bij de familie van mijn vader en mijn moeder is weggenomen, ben ik schatrijk. Volledig uitgeroeid. 2 bekers zijn overgebleven en verder weet ik niets van ze. Mijn vader sprak er niet over. Verdwenen
via de schoorstenen van de crematoria in Sobibor-Auschwitz, het duistere gat van de vergetelheid. Het vertelt van Moos, zit begin van de oorlog, een bankje mocht toen nog in het park de SS-krant te lezen. Er komt een SS'er voorbij en die begint te brullen op hem. Jij vuile rotjood, waarom lees je de SS-krant? Nou, zegt Moos, als ik de Joodse krant lees, raak ik helemaal gedeprimeerd. Moeten de radio's inleveren, mogen niet meer van het openbaar vervoer gebruik maken, mogen geen fiets meer hebben, raak helemaal, word ik depressief. Als ik de SS-krant lees, dan lees ik, Joden bezitten de halve wereld, Joden hebben alle macht, voel ik me helemaal opgelucht. Maar tegelijkertijd vertelde mijn vader mij na die oorlog, wees niet bang, dit gaat nooit weer gebeuren. Maar zo'n 15 jaar later heeft hij me geadviseerd, zorg dat je altijd 8000 gulden in huis hebt. Want je kan niet weten. Ik dacht dat alleen ik dat advies had gekregen van mijn vader. En zoveel van mijn generatie hebben hetzelfde advies gekregen. En op zijn sterfbed heeft hij gewaarschuwd. Het gaat zo weer gebeuren. Alle tekenen wijzen erop. Want antisemitisme komt en gaat en komt en gaat. Maar niet alleen in het grove antisemitisme. De swastika's, de hakenkruisen. Ook in het meer genuanceerd. Ik heb uitgelegd aan een aantal verpleegkundigen die in ons Sinai-centrum psychiatrie kan werken, niet-Joodse mensen. Een beetje uitgelegd wat Jodendom is. En weet u, er wordt wel eens gezegd, Joden, je hebt zoveel wetten. Is dat niet een enorme belasting? In de Sabbat, dit mag niet en dat mag niet. Ja, is dat niet erg zwaar? En dan heb ik gebracht bij die voorlichting aan het personeel die dan komt werken in ons Sinai-centrum, te moeten weten wat is Jodendom, wat zijn Joden, hoe denken ze. Dan heb ik gebracht die prachtige parabel uit de Joodse literatuur. Er is gesproken over twee sterke, stoere kerels, zoiets als ik. En die hebben beide een lege jute zak over hun schouder. En ze krijgen opdracht om als er een startschot is gegeven, de berg te beklimmen waar ze voor staan. En al klimmend in die zak keien te stoppen. Keien, stukken steen die ze onderweg tegenkomen. Het startschot wordt gegeven en na een uur, de een kan niet meer. Gaat gebukt letterlijk onder de gigantische last die het torst. Die tweede loopt vrolijk te fluiten en heeft gezonde blosjes op zijn wangen. Hoe kan dat? U mag het antwoorden. Hoe kan dat? De een gaat gebukt en de ander loopt te fluiten. Beide evenveel in hun zak zitten, beide evenveel keien. Pardon? Nee, ze zijn beide even gezond. Beide begonnen met evenveel met lege zak. Beide evenveel keien in hun zak. Beide op hetzelfde niveau. Alles is precies gelijk. Ik zal het je uitleggen. Die eerste, luister goed naar mijn antwoord. Die eerste denkt dat wat hij in zijn zak stopt, dat domme stukken kei zijn. En naarmate hij meer waardeloze stenen in zijn zak krijgt, wordt het hem al zwaarder en zwaarder. Die tweede weet, dat zijn niet zomaar stukken steen, het zijn diamanten. En naarmate hij meer diamanten in zijn zak krijgt, wordt het hem al lichter en lichter. Een prachtige parabel. Wat krijg ik als reactie van een van de verpleegkundigen? Een typisch Joodse vergelijking.
Omdat het over diamanten gaat. U lacht, maar het is niet lachwekkend. Joden, diamanten. Maar ze vergeten even waarom Joden in de diamanthandel moesten zitten. Om voortdurend te kunnen vluchten. En omdat ze geen lid mochten zijn van de gilde. Daarom zijn Joden ook veel gaan studeren. Want wat je leert kan je meenemen. Maar dingen waar je vast zit. Van de plaats waar je woont. Hier in Nederland wel. Maar in andere landen. Polen, Rusland. Joden waren voortdurend op de vlucht. En dus diamanten. En als dan iemand tegen mij zegt. Typisch Joods. Dan voel ik op dat moment toch wel even. Ja. Aangevallen is een verkeerd woord. Dan denk ik wat een. Slecht begrip. Wat weinig historisch besef. Ik moest tot 10:30 spreken. Ik wil nog één ding kwijt over de Verenigde Naties. En dan eindigen. Want er mocht ook vragen gesteld worden. U herinnert zich allemaal, of misschien ook niet, de eerste vliegtuigkaping. Weet u het nog, de jaren 60? Antebi. Een vliegtuig van de Air France was gekaapt door de PLO en week uit naar Oeganda. Antebi. Vliegtuig kwam eraan en dan hadden ze een president die totaal geschift was, een psychopaat, Amin. En Joden werden toen gescheiden van niet-Joden. Dus niet Israëliërs van niet-Israëliërs, Joden van niet-Joden. Toen heeft Israël op bijna bovennatuurlijke wijze vanuit Israël Hercules-toestellen gestuurd. Die vlogen heel Afrika over, kwamen aan bij het vliegveld Entebbe. Toen viel daar de stroom uit. Uit de romp van het eerste toestel kwamen zwarte Mercedes'en met Israëlische soldaten die zich zwart hadden geverfd als negers. Dat zou natuurlijk nu niet meer mogen vanwege Zwarte Piet en zo, maar toen kon dat nog. En die soldaten daar van Amin, van Oeganda, die dachten dat zal Amin wel weer zijn. Die had altijd van die idiotigheden. Dus ze schoten niet. En ze hebben die Israëlische soldaten, waren twee toestellen met soldaten om te bevrijden. Het derde toestel met doodskisten en medici. Hebben ze alle mensen bevrijd. Joden en natuurlijk ook niet-Joden. De broer van Netanyahu is bij dat gevecht, dat was een van de leiders daar van die troepen, omgekomen. Nadat ze bevrijd waren, komen ze in Israël aan. Werden uiteraard met veel gejuich ontvangen. En weet u toen, u kent dat geschiedenis hopelijk. Weet u nog hoe de reactie is geweest van de Verenigde Naties? Dat weet u niet, hè? De Verenigde Naties hebben een resolutie aangenomen waarin Israël wordt veroordeeld wegens het schenden van andermans luchtruim. En Nederland heeft gewoon meegestemd. Ze hadden eerst al die Arabische landen moeten vragen of ze over mogen vliegen. De gekheid ten top. Maar die gekheid is als het gaat om Israël normaal. Ik wil eindigen met een kleine anekdote. U weet, antisemitisme is natuurlijk aan het begin erg gekomen vanuit de kerk. De katholieke kerk. En denk niet dat dat zo ver weg is. Ik ken een man in de 80. Hij komt iedere 6 weken bij mij.
Hij was een van de toppers van Philips. Niet op financieel gebied, hij was een wetenschapsman. Heeft nooit op een universiteit gezeten, maar alles zelf meet, zichzelf gemaakt. En wil leren. Wil leren Torah en Joodse filosofie. Hij was geweldig briljant. En ik vraag niet precies wie en wat die is. Als mensen hun probleem vertellen, dan luister ik daarnaar. Maar ik probeer niet mensen dat ertoe te dwingen om mij hun narigheid te vertellen. Dus ik weet niet veel van hem. We leren al 9 jaar samen. 3 weken geleden vertelde hij mij het volgende. Toen hij als jongetje van 6 bij zijn ouders wegging en gebracht werd naar zijn duikouders, waar hij intens van heeft gehouden en die hem het leven hebben gered. Zijn ouders hebben de oorlog ook overleefd, maar die heeft hij dus 3 jaar lang niet gezien. Toen vertelde zijn duikouders hem, je moet weten, waarom komt al deze narigheid over jullie? Want jullie hebben Jezus vermoord. Maar wij zijn goed, wij zijn barmhartig en daarom redden we jou. En hij vertelde mij, hij was 6 jaar, op een gegeven moment dacht hij, wat stom eigenlijk van mijn ouders dat ze dat gedaan hebben. En tot vandaag de dag lijdt hij hieronder. Enerzijds een intense, innige dankbaarheid naar zijn ouders, zijn duikouders. Anderzijds de enorme dualiteit om op dat moment overtuigd te raken dat het de schuld was van je echte ouders. Die waren er de schuld aan dat hij moest onderduiken en de rest van zijn familie werd vergast. Tot vandaag de dag lijdt hij eraan. Het is een trauma. In Polen had de bisschop weer eens uitgeroepen dat er een pogrom zou mogen zijn. Wat betekende dat? Toestemming gegeven aan de leden van de kerk, de katholieken, om de Joodse wijk in te trekken, het ghetto. Joden woonden altijd tezamen. Ja, dat moest. Werden gedwongen. Ghetto is niet een keus. Het was een verplichting. En ze zouden dus alles zou geplunderd worden en kort en klein geslagen. Maar er was een uitweg. Er zou een quiz zijn tussen een monnik en een Jood. En als de Jood de quiz zou winnen, zou er geen pogrom zijn. Geen Jodenvervolging. En hoe zou die quiz zijn? Zou een lange tafel staan. Aan de ene kant zou de monnik zitten. Aan de andere kant de Jood. Aan weerszijden tribunes. Er zou getost worden. Wie de eerste vraag zou mogen stellen. En als de ander dan zou zeggen, ik weet het niet. Zou het een teken zijn voor de beul die achter beide hadden een beul achter zich. Met een zwaard. Als één zou zeggen, ik weet het niet. Is een teken voor de beul, kop eraf. U begrijpt dat het aantal vrijwilligers binnen de Joodse gemeente niet erg veel waren om aan deze mooie quiz mee te doen. Maar het ultimaat was bijna verstreken en op de laatste dag komt er een slemiel naar voren. Weet je wat een slemiel is? Een sukkel. En die zegt, nou ik wil meedoen. Ja, je bent een sukkel, je weet niks, maar geen schijn van kans. Maar goed, niemand anders wilde gaan. Dus de slemiel die gaat meedoen in die quiz. Aan beide kanten tribunes vol. Daar zit de monnik, daar zit de Jood. Achter beide een beul met een zwaard. Er wordt getost. En de slemiel, de sukkel, mag de eerste vraag stellen. En hij vraagt aan de monnik, wat betekent Ani lo Yodea? Nou, die monnik sprak vloeiend Hebreeuws. En die roept enthousiast de vertaling uit. En dat luidt, ik weet het niet. Die beul kende geen Hebreeuws. Dus hij hoort, ik weet het niet, kop eraf. Nou, enorme vreugde bij de Joden. Hij wordt binnengehaald, heeft de hele gemeenschap gered. Er wordt dagen met hem gehost en gedanst. Maar na een paar dagen
komt die Joodse gemeenschap tot bezinning en denkt, dit is echt briljant. Briljant. En je weet dat die monnik spreekt Hebreeuws. Je weet die beul natuurlijk niet. En ze roepen hem bij zich en zeggen, we snappen het niet. We dachten altijd dat je zo'n sukkel was, zo'n slamiel. En dit briljante idee, hoe ben je erop gekomen? Nou, zit, zal ik uitleggen. Ik las een keer een boek. En in het boek stond Ani Lo Yodea. En ik wist niet wat dat betekende. Ben ik naar de rabbijn gaan en zei, rabbijn, wat betekent Ani Lo Yodea? Zegt de rabbijn, ik weet het niet. En als onze rabbijn het al niet weet, zal die monnik het wel weten. Is Zionist een scheldwoord of een compliment? Dames en heren, op een gegeven moment raak je iets gewend. En als iets gewend raakt, dat heeft zijn voor en zijn tegen. Hoe gaat de omgeving ermee om? Weet u, Hitler had een voortreffelijke PR-man. De PR-man van het Duitse Rijk, die heeft dit briljant iets gedaan. Ze hebben de Kristallnacht uitgevonden. En wat was de bedoeling van die Kristallnacht? Overal werden ruiten ingegooid, synagogen verbrand, Joden neergeslagen. En Goebbels, de PR-man, briljant, maar wel omgaan met de verkeerde dingen, die had als volgt geredeneerd. Als de wereld zwijgt, dan kunnen we verder gaan. De wereld zweeg. En dus zijn ze verder gegaan. En werden er systematisch 6 miljoen Joden vermoord. Antisemitisme groeit. 85 graven zijn vandaag beklad in Parijs. Mijn huis heeft verschillende keren ruiten ingegooid. Om mijn huis zijn 6 politiecamera's. En nog vorige week ben ik op heel vervelende wijze achtervolgd. Gewoon door iemand die ik helemaal niet ken, maar die wel kwade bedoelingen had. Als de wereld zwijgt, dan gaat dat verder. En ik denk dat hoewel ik het scheldwoord Zionist als een compliment aanvaard en het een eer vind dat men mij hiermee betitelt, ben ik bang dat de wereld er anders tegenaan kijkt, zwijgt en daardoor het van kwaad naar erger gaat. Dank u. Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/WhatsApp.